Ja, dat is natuurlijk een teleurgestelde assistent-trainer. Het kan duidelijk zijn als je twee keer de verantwoordelijkheid hebt en je verliest twee keer, dan is dat niet leuk. Ik moet wel zeggen dat we terecht verloren hebben, ondanks dat we een redelijke eerste helft gespeeld hebben, moet ik zeggen. Waarin het heel veel balbezit is voor ons. Maar het kan ook maar zo 3-0 zijn voor Feyenoord, van als je ziet hoe naïef wij daarin verdedigen. Met name in de omschakeling waren ze daarin een paar keer heel gevaarlijk en stonden ze toch een paar keer 1-op-1 op Remco. En dan moet je concluderen dat je toch een geweldige keeper hebt, die op dat moment nog goed in de wedstrijd houdt. Nou ja, dat was dan de eerste helft. Ik vind niet dat we zelf daarin veel gecreëerd hebben, ondanks dat we veel balbezit hadden. Nou ja, je blijft dan in de wedstrijd met die 1-0. En, de tweede helft, en dan probeer je de jongens voor te houden om te zeggen van blijf geduldig. Want hoe je het ook bent, ze lieten ons toch voetballen Feyenoord. Dat zal ook wel de reden zijn natuurlijk, dat ze met name vanuit de omschakeling daarin van wilden profiteren. Ik vond het wel dat het met name heel naïef was bij ons. Ook weer in de 50ste minuut waarin Jason een breedte balletje wil geven die onderschept wordt door Cabral. En die hem wel fantastisch binnenschiet. Nou ja, dan is die wedstrijd eigenlijk gespeeld. Vanaf dat moment vond ik toch niet echt een wedstrijd meer. Ondanks dat we nog één grote kans kregen met Everton. Die kopbal die geweldig gepakt werd. En ja, vanuit dat moment was die wedstrijd eigenlijk wel een beetje gespeeld. En liep Feyenoord vrij makkelijk weg naar 3-0 en naar 4-0. Dus dan neem je weg, je maakt er nog de 4-1. Nou ja, dat was dan een eigen doelpunt in mijn ogen. Maar ik vond niet dat we er echt een wedstrijd van hebben gemaakt. En geen enkel moment hebben aangetoond dat wij ook echt Europees voetbal wilden spelen. En dat is wel heel teleurstellend. En meest teleurgesteld ben ik in het feit dat we dus niet daar geëindigd zijn waar ik vind waar we horen te staan. En dat is in dat linker rijtje. Want we moeten hard aan het werk met dit elftal. En met name verdedigend zullen we niet zo naïef moeten gaan verdedigen. En zorgen dat we de boel daarin beter voor elkaar gaan krijgen. Neem die weg dat Feyenoord verdiend gewonnen heeft. En die wens ik dan ook alle succes bij de volgende wedstrijd. Dank daarvoor.